Zetels minder. Even bij BBB beginnen. Waar ligt dat aan? Ja, nou dat komt eigenlijk, uh, stikstof is een beetje naar de achtergrond verplaatst in de nieuwsberichtgeving. Hè. En dat hun ding hun, was. Andere, ja. ja, dat was hun ding. Dus uh, dan zie je dat mensen, ja, dat raakt op de achtergrond en dat is hun thema. En dan komen andere thema's naar boven. En dan denken kiezers: ja, hoe zit BBB eigenlijk in die thema's? Dat weten we niet. Ja, we zien Heel, hier het uh, schema, helemaal links zien we de VVD, die vijf wint. Drie. drie. Uh, sorry, drie wint. Verderop ja, ja, ja. en... trouwens de PVV ook drie. En dan helemaal naar rechts die min vijf van BBB. Ja, die ja. min vijf. Nou, het zijn nog steeds 25 en ze zitten met één in de Tweede Kamer. Maar het ja, is een tweede kamerzee, dat is de Tweede Kamer zetels. Ja, niet precies. Vaard. De peiling van deze maand. En uh, die min vijf is ten opzichte van vorige maand. Maar het komt dus omdat ja, mensen dus nu denken van... we hebben tijdens die Provinciale statenverkiezingen ook op ze gestemd. En uh, dat was ook uit een protest tegen het kabinet. En nu van, ja, waar staat die partij eigenlijk voor? Nou, dan was er nog... Een foutje van van der Plas. He, zo wordt dat door veel kiezers nu gezien door de uh, tijdens de dode herdenking ja. uh, te tweeten dat ze het ongepast vond dat Zelensky in Nederland was. Nou, dat is er ook niet in dank afgenomen. En als dan dus andere thema's meer op de voorgrond komen, zoals bijvoorbeeld pensioenen, ja, dan zien wij veel terug dat panelleden zeggen van we weten eigenlijk niet waar ze op staat op dat thema. Nou, en een ander thema, wat dus nu veel meer speelt, is asiel. En ook op dat thema zien. Uh, Zien kiezers niet echt waar Van der Plas nou voor staat, en dus uh, lopen ze naar andere partijen?